Net zonder we nog niet. Met kaarten. En het is ondertussen 10:30 en Clan wou eigenlijk nog maar mij de jacuzzi in. Maar kijk eens hoe het weer eruit ziet, jongens. Hoe erg het aan het flitsen is. Het is echt niet normaal. Ik heb het in Nederland nog nooit zo erg zien flitsen. Dus er komt denk ik een flinke bui aan. Zo gaat het al de hele tijd, hè. Het hele Gardameer is gewoon steeds verlicht. Kijk. Jij zit al lekker veilig in de caravan. Nee, ik ga slapen. Net zonder we nog niet. Ja, is dat jouw plek vanavond? Wat zeg je? Ja. Goedemorgen allemaal. Dag na het noodweer. Dat is niet normaal. Gisteren ging het een keer, jongen. Echt. Ik had hagelstenen dwars door het dak heen gingen. Prullenbakken kapot. Een grote bende hier. Bladeren overal. Takken afgebroken. Dus ik loop even naar de auto toe. Over bij mijn schoonouders. De hagelstenen gewoon dwars door de tent heen gegaan. Heel veel mensen hebben gewoon de voortent helemaal kapot van de caravan. Dat is gewoon niet normaal. En heel veel mensen hebben autoschade. We gaan even kijken hoe onze auto eruit ziet. Hier ook prullenbakken. Allemaal kapot. Het zijn allemaal nieuwe huisjes. Hè? Dus we gaan even zien hoe de auto eruit ziet. Of ook een orkaan over de camping waard is. Als het hier hagelt, dan zijn ze net schoon als schotterballen. Dat is gewoon niet normaal. Hier, prullenbakken, allemaal kapot. Ik ben echt benieuwd hoe de auto eruit ziet. Overal bladeren. Oh, kijk die daken. Kijk die daken van die auto's. Kijk hier, dat is niet onze auto hoor. Hier. Dit kan een poffertje spannen. Oh. Auto allemaal beschadigd. We gaan kijken hoe die van ons eruit ziet. Ik hoop dat het meevalt. Ik hoop. Oh, dukken. Fijn hagel in Italië.
Hier ook. Oh, die motorkap, die motorkap. Ja, eens kijken hoe de auto voor ons eruit ziet. Anders maak je alles mooi schoon, die bladeren. Anders is het nog wel afzoet mee, denk ik. Even kijken, dat is onze auto. Ik sta bij een boom, misschien dat het scheelt. Oh, spiegelkap kapot. Oh, raam kapot. Nee. Oh, kutzooi. Piep. Zware raam kapot, hé. Oh. Ja, er wordt nog wel een nieuwe raam erin, hé. Ik kan zo niet rijden. Nou jongens, ook ik ben wakker en ik ben net even naar mijn auto gelopen en naar mijn ouders. En het is niet normaal, de camping is één grote ravage. Alsof we zijn getroffen door een zware, zware orkaan. Het is niet normaal. Ik heb net bij mijn auto gekeken en ja, jij had het opgefilmd, hè? De raam is gewoon helemaal toteloos. Maar ook niet alleen de raam, ook de spiegels. Allemaal deuken. Dat is niet normaal. Ik ben daarna even naar mijn ouders gelopen. Die hebben een caravan hier. Hun tent is helemaal kapot. Ik zal wat foto's plaatsen. Tent, ramen van de caravan. We hebben één barst in de auto. Het regent nu ook weer. Maar ja, zo heftig als vannacht. Mijn moeder komt hier al 30 jaar. En zo heftig is het nog nooit geweest hier. Iedereen weet, in Italië kan het flink tekeer gaan. Maar zo erg als dit, heb ik nooit gehad. Ik ben nou dus aan het bellen met de verzekering van de auto. Want wij kunnen zo niet meer rijden, dus er moet vervangend vervoer komen. Maar ja, er zijn gewoon 40 wachtende voor je. Want ja, iedereen is aan het bellen. Het is echt heel erg dit. Maar goed. Weet je, het belangrijkste is dat we zelf allemaal ongedeerd zijn. Want een vriendin van mijn moeder staat op een paar campings verder. En daar zijn 3 mensen met de ambulance afgevoerd. Want die hebben gewoon die bak, of die bakstenen, die hagelstenen gewoon op het kopje gehad. En dan lig je, hoor. Dat is niet normaal. Echt niet normaal. Maar goed, we houden jullie op de hoogte. We gaan kijken hoe snel met de auto geregeld kan worden. Want ja, het is super druk. Glenn die zei al, als het vandaag regent, dan gaan we een dagje winkelen, maar hoe wil je winkelen? Van de auto. Ja, alles zijn er wel, maar ja, ik kan niet met al die mensen. Nee, ik kan niet met z'n 6 in 1 auto, dat gaat niet. Dus ja, gelukkig hebben wij nou een huisje en gaan wij ons hier wel redden. Het is alleen niet hoe je je vakantie wilt. Hopelijk, als het goed is, als het klopt, zou het vanaf 12, 1 uur gewoon weer droog zijn. Dus ja, dan kunnen we gewoon lekker de camping dingen doen. Maar echt ja, als het straks droog is, ik ga een rondje lopen over de camping en ik laat jullie zien. De hele wc-gebouw is ook afgezet met lint, hè? Ja, kan je niet in. Ja, misschien dwars doorheen, ik weet het niet. Het is echt niet normaal. Het is wel een mooi uitzicht. Kijk, die bergen ziet er wel echt heel mooi uit. Prachtig. Maar goed. Jullie gaan het horen, jongens. Nou jongens, we zijn maar even naar binnen gegaan, want het regent weer zo hard. We gaan maar even lekker ontbijtje maken. Vandaag mag geen broodjes aan, want we willen niet in de regen lopen. Ik heb net al 3 keer de verzekering voor de auto gebeld. Het was dus super druk. Maar ik word de hele tijd eruit gegooid. De hele tijd als ik ongeveer nog 30, als ik onder de 30 wachtende kom, bam, eruit. Al 3 keer. Dus ik laat het even liggen. Ik probeer dadelijk over een half uurtje gewoon nog een keer. Liano die zit hier op zijn kamertje even in het bedje. Die zit dus even rustig op de tablet te kijken. En Milena, die sprong vannacht in 1 keer om 4:15. Gewoon als een kikker zo. Kwak! In 1 keer bovenop. Maar hij zegt, mama, ik kan niet meer slapen. Toen zei ik, nou kom maar hier liggen. Je hebt er niks van gemerkt, hè? Ik
Nee, ik dacht, ga ik pakken op. Nee, nee, ik dacht Milena. Je hebt niks van Milena gemerkt. Ja, dat wel. Oh, kijk. Ik ben er ook niet meer. Die ligt nog lekker in ons bedje te slapen. Zeg, kom maar lekker bij ons liggen. Ja, nou, ik merk het wel, want dat kind snurkt net zo hard als jou. Maar goed, het wordt dus vandaag denk ik een beetje in het huisje hangen. Proberen de verzekering te bellen. En ja, en hopelijk snel vervangend vervoer te krijgen. Want hoe lang gaat dat duren met zo'n topdrukte? Want iedereen heeft schade. Zoveel auto's liggen de ruiten eruit, van alles. Dus Hans betaalt graag. We hebben echt een handje nodig die de schade betaalt. Het is echt één grote drama. Maar echt, nogmaals, het belangrijkste is dat wij niks hebben. Camping hiernaast zijn mensen afgevoerd. Dat zou veel erger zijn. De stekker is eruit, schatje. Oh, daar gaan we staan op een pot. En het is gewoon heel zielig voor de camping. Die mensen die hier werken zijn zo lief. Zo een lieve familie. En ja, als je ziet, ze hebben zoveel schade. Het is echt, echt heel erg dit. Maar goed, ik ga even een lekker krekkertje voor ons smeren. En dan zien we. Nou jongens, het is 8:30 en ook Milena is wakker. En kijk, Liana zit lekker in de jacuzzi, want wonderbaarlijk is de lucht aan het opentrekken. Je ziet het Gardameer, zie je weer aan de overkant. Dat wil je straks echt niet zien. Dus de kinderen gaan even lekker in de jacuzzi. Milena wil er ook in. En ik heb de verzekering nog steeds niet kunnen spreken. Ik ben elke keer word ik eruit gegooid uit de verbinding. Dat is niet normaal. Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, ik blijf het maar proberen. Meer kunnen we niet doen. Maar ik denk dat we de komende dagen wel vastzitten op de camping. En dan hebben we het geluk dat we mijn ouders hebben. Die hebben één borst in het ruit, maar daar kunnen ze waarschijnlijk wel mee doorrijden. Ja, je kan... Dus je kan niet weg, maar qua boodschappen. Ja. Kijk, want je hebt niet alles in het campingwinkeltje. Je zou kunnen rondkomen, maar... Nee, die bikini... Oh jawel, jawel, kan wel. Ja, nee, die is al een keer aangehaald. Ik heb zoveel bikinis voor haar. Ik pak een andere. Kom maar, Mileentje. Terwijl papa en Liano in de jacuzzi zitten, wil Milena even graag de auto zien. En even langs opa en oma kijken. Milena zei, wat voor een nieuwe auto wil je? Je kan ook een regenboogauto nemen. Hè, meisje? Ja. Nou, kom maar. Gaan we eens kijken bij mama's auto dan. Tot zo dan, hè? Ja. Kijk, nee, daar kunnen we niet meer mee rijden, schat. Kijk, de ramen zijn helemaal kapot. Er ligt allemaal glas op de stoelen. En de auto is een en al deuk. Nou, dit lag er helemaal vanaf, hè. Kijk. Spiegel helemaal kapot. En het overal deuken. Kijk maar uit, schatje. Dat je eigenlijk niet pijn doet. Dat het misschien een beetje scherp is of zo. Motorkap, een en al deuk, het dak, de deuren. Niet normaal. Wil je even bij opa en oma kijken dan? Ja. Oma, kijk hier ook aan een flinke. Oh. Nee, hier, is dit opa is, en oma. Dit is ook kapot, zie ik. Hier hangt iets los. Huh? Oh, mijn kenteken ligt er bijna vanaf. Dit? Ja. Nou, gaan we even bij opa en oma kijken. Kan jij nog door? Ja, die kan je denk ik wel er gewoon op klikken, ja. Hele tent kapot. Overal, hele camping. Nee, ligt vol met bladeren. Ja. Party tent kapot. Je ziet zoveel dingen die kapot zijn. Kijk, hier is een heel wc-gebouw afgezet met lint. Mag je niet naar binnen? Dus waarschijnlijk is het daar ook gewoon dwars doorheen gegaan. Anders zetten ze het helemaal vol met hagelschade. Nou kijk, dit is bij mijn ouders. De partytent is een beetje scheef, maar die staat nog. Die hadden ze helemaal laten zakken. En hier zit echt een doek. Kijk. Zie je dat, Leen? Er zitten hier grote gaten in. Allemaal grote gaten. Allemaal doorheen gegaan, hè? Zie je het, schat? Ja. Doe maar eens kijken bij opa en oma binnen dan. Maak je schoentjes uit. Nou jongens, we worden nog beroemd. Glenn is nu aan het videobellen met Omroep Gelderland. Om de camping en de auto en dat soort dingen te laten zien. Kijk, daar staat hij. Videobellend.
de camping laten zien. En ze vroegen of ze dadelijk de auto willen laten zien. En allemaal dingetjes over hoe het er hier dus aan toe is gegaan. Dus, donker. Dus die jongen die komt nog op tv ook. Misschien hebben jullie het al gezien als deze vlog online komt. Of kunnen jullie het even terug gaan kijken. Maar ja, we werden daarvoor benaderd. En zei ja, doe maar hè. Dat mag wel. Ik heb net eindelijk na een uur en wacht gezeten hebben de verzekering van de auto kunnen bellen. En er is al een dossier opgemaakt. Ik word vandaag of morgen, omdat het super druk is, teruggebeld door de buitenlandse pechhulp. En dan hoor ik meer over wat. Maar ik ben wel een klein beetje bang, want je hebt op Facebook heb je het Garda Forum. En daar staan natuurlijk hoeveel mensen de schade hebben en klachten. En heel veel verzekeringen zeggen gewoon dat je spullen, je auto en kenteken, sleutels maar bij de receptie achter. Wij halen de auto op en kijk maar hoe je naar huis komt, want we hebben gewoon geen leenauto's meer. Dus dan heb je gewoon een probleem. Die mensen moeten bijna naar huis en die zeggen van ja, wij zitten nou te kijken om met een taxi naar het vliegveld te gaan en daar tickets te boeken en naar huis te vliegen. Maar dan denk ik, oh mijn god, dan hebben we echt een probleem. Wij hebben het enige geluk dat we hier nog anderhalf week zitten voordat we naar huis moeten rijden. Maar je kan nou niks. Je kan niks. Je kan de camping niet af. Ja, ik ben hier ook om naar de omgeving te gaan. En ga maar eens elke keer een taxi huren. Dat loopt ook wel lekker flink op in de kosten. Dus daar ben ik wel echt bang voor nou. Maar goed, we wachten even af. Ik hou jullie op de hoogte hoe het afloopt. En laten we hopelijk gewoon morgen of desnoods overmorgen gewoon een leenauto krijgen. Vervangend vervoer. Dat we gewoon ook gewoon lekker hier van de omgeving kunnen gaan genieten. Nou jongens, de zon schijnt weer. Maar dit, kijk dit even. Nieuwe huisjes, hè. Gewoon ook allemaal gaten. Echt heel heftig. Maar het is, hoe laat is het eigenlijk? Oh, ik heb het pak van Klen aan, maar het is eigenlijk best warm. Het is 12 uur. We gaan even naar mijn ouders lopen. Even kijken hoe het daar nou is. Diana heeft lekker geslapen. Dan lopen we even langs het winkeltje, want ik heb helemaal geen bakboter. Zodat we dadelijk even een lekker eitje kunnen bakken. Ik heb nog geen telefoontje gehad van de verzekering, maar ik denk zelf ook echt dat ik die morgen pas ga krijgen. Dus ja, even kijken. Ik had net iemand gesproken die op de camping werkt. En die zegt er is zoveel stuk. Op de douches en zo liggen allemaal van die warmtebuizen, zonnepanelen. Ook allemaal kapot geslagen. Alle stoelen bij het restaurant, wist jij dat al? Alle stoelen bij het restaurant zijn kapot. Het is niet normaal. Lichtbedjes bij het zwembad. Echt zoveel schade, jongens. Niet normaal. En je blijft iedereen maar bezig zien met de auto's, met alles. Iedereen wil van alles regelen. Dus dat wordt echt nog een dingetje dit. Nou jongens, ik ben al bezig met deze vlog editen. Want jullie willen allemaal heel graag zien hoe het hier met het noodweer ging. Dus deze komt extra eerder online. Dus de vlogs die hierna komen, sommige zijn nog voor de storm. Dus als jullie ons nog auto zien rijden, dan weten jullie de verwarring. Ik zal hierachter zal ik nog even het stukje van Omroep Gelderland van Klen laten zien, hoe het op tv was. En dan komen hierna gewoon de normale uploaddagen, dan weet je dat. Willen jullie nou op de hoogte blijven hoe dit afloopt met onze auto, met de camping, met alles? Want we gaan gewoon door met vloggen deze vakantie. Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe de duimpjes omhoog en laat in de reactie weten wat je hiervan vond. Bedankt allemaal voor het kijken. Wacht nog heel even, want Omroep Gelderland, het stukje komt nou nog. Maar hierbij sluiten we dan wel deze vlog weer af. Tot de volgende video. Doei. Goedenavond. Het is de eerste week van de zomervakantie voor heel Gelderland. En dus trekken we er weer massaal op uit om volop te genieten van onze vrije tijd. Maar dat genieten is er niet bij voor degenen die getroffen worden door hevig noodweer in het buitenland. Bosbranden in Rodos, maar ook enorme hagelstenen in Italië maken de vakantie voor sommige Gelderlanders een regelrechte ramp. Zoals hier aan het Gardameer in het noorden van Italië, waar het afgelopen nacht flink tekeer ging. Water, bruisen. Voor de familie Bongers uit Nijmegen is de ramp helemaal groot. Ze staan op de camping aan het Gardameer en zien hun hele vakantie in het water vallen. Naast noodweer hebben ze ook veel schade. Helemaal gescheurd. We hebben hagel gehad. Hagel. Storm. Dat is niet normaal. Auto's die allemaal kapot zijn, tenten die kapot zijn.
Mensen weten gewoon niet wat ze moeten doen. Hier een auto. Hier, kijk hier. Allemaal deuken in de auto. Spiegelkap eraf. Glas binnen. Afgelopen week kwam het ook al eerder tot noodweer aan het Gardameer. Dat bekend staat om de plotselinge weeromslagen die er plaats kunnen vinden. Dus ja, nou maar kijken hoe lang het allemaal duurt met de verzekering.